Dirk is zwaar dement. Maar die meneer van de Albert Heijn, die wist ook niet wat dement was. Nou, wij zijn gisteren naar Albert Heijn gegaan, Dirk en ik, met de rollator. Want ik loop erg slecht omdat ik pas geopereerd ben aan mijn rug. En we hebben boodschappen gedaan en we komen bij de uitgang, bij die bank. En daar komt een bewaker op ons af en die zegt: Mag ik, hij deed heel raar, mag ik uw kassabon zien? Ik zeg: Ja hoor, die heb ik, dus kassabon, ja, is in orde. En dan gaat hij opeens naar Dirk af en begint Dirk leeg te plukken. Ja, best wel even vreselijk spannend. Toen kwam er een hele nare man bij, dat was de manager van de Albert Heijn. En die heeft ons dan naar achteren geloodst. Ik ben pas geopereerd, dus toen zeg ik ga even een beetje lopen. Mag ik niet naar huis, want ik woon aan de overkant. Nee, dat mocht niet. Toen ben ik opgestaan, want ik wou weg. Ik had last van mijn rug. Toen probeerde hij me zo heel ruw tegen te houden. Toen zijn we naar boven gegaan. Toen werd Dirk in zijn kraag gevat door die twee politieagenten. En ik mocht niet mee. Dat vind ik het ergste, want Dirk kan niet alleen zijn. Nee. Ik ben geen misdadiger. En toen moest ik tekenen, want ik kreeg een winkelverbod voor een jaar. Dat heb ik niet getekend. Toen zei die minstam: Nou, dan moet u hier nog langer blijven. Het is toch wat. Albert Heijn. Albert Heijn zelf is niet schuldig eigenlijk. Alleen die man die daar rondliep.